Goed, jullie ziet mij allemaal hier staan. En wat denken jullie? Ben ik gelukkig? Ik wil graag handen zien van mensen die denken dat ik gelukkig ben. Nou, er zijn toch wel een paar mensen. En kijk eens naar de buurvrouw of de buurman rechts van je. Kijk eens goed. Is die gelukkig? Wat denk je? Ik wil graag handen zien van mensen die denken dat hun... Oh, er zijn maar een paar. Oh, nou, toch wel. Er zijn toch wel meer gelukkige mensen. Oké. En denk even aan jezelf. Wie vindt zichzelf gelukkig? Nou, dat zijn er best veel. Ik heb de indruk dat ik het minst gelukkig ben, als ik jullie handen zie. Jullie buurman het ene na minst gelukkig en jullie zelf het allergelukkigste. Die mensen die hun hand net niet opstaken, die dus eigenlijk niet gelukkig zijn, streven die wel naar geluk? Wie is er niet gelukkig en streeft wel naar geluk? Nou, ik zie een paar mensen, dat ben ik zelf ook. Dit zijn de allereerlijkste mensen, eigenlijk de enige eerlijke mensen hier in de zaal. Is er trouwens ook iemand die dus niet gelukkig is en ook niet naar geluk streeft? Helemaal niemand, nee. Dat zou de allerwijste zijn geweest, maar die is er dus niet. Goed. Het is dus heel wonderlijk, want ik blijf maar naar geluk streven, terwijl ik... Het lukt maar niet, dat geluk. Waarom doe ik dat toch? Ik lees wel veel over geluk. Hè. Er zijn tegenwoordig allerlei geluksprofessors en die zeggen dat je allemaal dingen moet doen. Je moet sporten. Heel belangrijk sporten. Maak je een of ander stofje aan, gelukstofje, word je ontzettend gelukkig van. Dus dat doe ik ook. Ik sport, maar je moet ook heel interessant werk hebben. Probeer ik ook te hebben. Moet je heel hard voor werken, moet je passie voor hebben, moet je keihard voor gaan. Dat geeft heel veel voldoening. Dat doe ik ook. Je moet ook je vrije tijd leuk besteden. Met je gezin moet je allemaal belangrijke ervaringen opdoen. Samen uit eten gaan in hippe restaurantjes. Je moet op vakantie gaan en daar weer ervaringen opdoen. Maar dat is nog niet genoeg, want ja, je moet ook verder nog sociale contacten hebben. Met je vrienden bijvoorbeeld. En je moet natuurlijk gezond eten, maar als je met je vrienden bent, dan kan je juist weer heel lekker laten gaan. Dat is ook heel goed. Daar word je ook heel gelukkig van. En het is dus alsof ik allemaal ballen aan het ophouden ben en voortdurend daarbij lach om maar heel gelukkig te zijn en tevreden ben over al die ballen die daar in de lucht vliegen. En als ik mezelf dan van een afstandje bekijk, wat ik zo af en toe eens doe, dan zie ik daar iemand in een of ander lullig sportpakje vaak met van die fluoriserende strepen aan de zijkant, die heel krampachtig is bezig om gelukkig te zijn. En daar word ik dus eigenlijk heel ongelukkig van. Dan heb ik er helemaal geen zin in. Dan heb ik zin om al die ballen weg te gooien. En ik word er ook heel boos van. Ik verander langzaam in een boze, blanke man. Heel vervelend. En het advies dat ik mezelf dan geef is... stop gewoon met gelukkig zijn. Dat is het advies dat ik geef. En dat wil ik jullie eigenlijk ook allemaal geven. Stop daarmee. Niet meer proberen. Want ik denk dat jullie misschien ook wel die boze man kennen, of die boze vrouw, of de boze mens. Dat zit in jezelf. Dat is zo'n klein, vervelend kereltje dat miskend is en dat voortdurend van alles wil. Daar komt het op neer. En die wil, die drijft mij voort, die drijft jullie allemaal voort. Die drijft ons allemaal voort in zo'n soort hysterische zoektocht naar geluk. Wij willen van alles. Ik wil bijvoorbeeld een boek schrijven. Er schijnen 1 miljoen mensen in Nederland te zijn die dat willen. Maar goed, ik wil dat op een of andere manier heel graag. En dan denk ik dus, als dat boek af is, dan gaat u dat allemaal lezen. En dan bent u ontroerd door mijn boek. En dan komt u naar mij toe en dan zegt u, ach Frank, wat een prachtig boek heb je geschreven. Het heeft mijn leven veranderd. Nou, en daar ben ik dan heel blij mee. Dan ben ik ontzettend blij. En dus ik ben niet tevreden voordat ik dat boek heb afgerond. En als ik het af heb... Ja, dan ben ik misschien heel even blij, maar dan val ik eigenlijk meteen in een diep en donker gat. Zo gaat dat. En het grote probleem is, de enige manier om weer uit dat diepe, donker gat te komen, om daaruit te klauteren, dat is om opnieuw een boek te gaan schrijven. En dat doe ik dan ook en dan denk ik, dit wordt echt een heel goed boek. Nu ga ik eindelijk eens een goed boek schrijven en dat gaan ze echt heel mooi vinden. Ja, de vraag is dus, hoe kom ik van dat mannetje af? Of misschien is een betere vraag, hoe kan ik dat kleine, vervelende, etterige willetje van me ietsje vriendelijker stemmen? Want dat is denk ik het hoogst haalbare. En daarvoor wil ik me concentreren op een boze, blanke man. U kent hem ongetwijfeld allemaal. Hij is heel boos, hij is heel blank, hij heeft een gek kapsel. En hij is ook vrouwonvriendelijk, bijzonder vrouwonvriendelijk. En... ja, voor mij belichaamt hij de essentie van de wil. En ik heb het natuurlijk over Arthur Schopenhauer. Dat begrijpt u allemaal.
Ja, u lacht daarom, maar Arthur Schopenhauer was echt een belangrijke filosoof. Hij heeft die Duitse filosoof weer groot gemaakt. Dat moet echt gezegd. In ieder geval, Schopenhauer die heeft een boek geschreven in 1818. En dat boek dat heet De wereld als wil en voorstelling. En dat gaat dus over die wil. En hij zegt, die wil, die houdt ons voor de gek. Die heeft een list verzonnen. Die zegt, als je alles doet wat ik wil, dan word je uiteindelijk gelukkig. Maar dat lukt dus helemaal niet. Want geluk bestaat niet. Geluk bestaat niet. Al die fijne dingen, zoals geluk en plezier en gezondheid, dat is alleen maar de afwezigheid van al die nare dingen. Stel nu, ik ben helemaal gezond. Mijn lichaam is helemaal gezond. Dat is een neutrale toestand. Ja? Er is niks bijzonders aan de hand. Op het moment dat ik een heel klein sneetje hier heb in mijn vinger, dan doet dat pijn en is die pijn is voortdurend aanwezig hier in mijn vinger. En als dat weer genezen is, dan ben ik weer gezond. Maar dat is alleen maar de afwezigheid van die pijn. Dus geluk is alleen maar de afwezigheid van ongeluk. Dus stop met het streven naar iets wat helemaal niet bestaat. Schopenhauer die vergelijkt het leven met een pendule. Hij zegt, die pendule die gaat maar heen en weer. Die gaat heen en weer tussen frustratie aan de ene kant en verveling aan de andere kant. Ik ben aan het werk, ik wil mijn verlangens bevredigen, ik schrijf dat boek, het lukt me niet, ik ben gefrustreerd. Op een gegeven moment lukt het wel, dan interesseert dat boek me helemaal niet meer. Dan is het desinteresse en verveling. Ja? Nou zegt u misschien, Schopenhauer heeft het mis. Het gaat niet alleen om die twee uiterste punten. Het gaat juist om dat stuk ertussen. Het gaat om die weg. De weg is het doel. Ja. Nou, dat soort dingen zeg ik ook vaak tegen mezelf. Vooral als ik dat boek af heb. Dan denk ik met smart terug aan dat ik nog aan het schrijven was aan dat boek. En dan was ik af en toe in een situatie die experts waar ik het over had een flow noemen. Ja. Een flow. Een flow is het summum van geluk. Je moet allemaal streven naar een toestand van flow, volgens de experts. Maar als je heel eerlijk bent en je denkt terug aan hoe het toen was, dan zie je dat het helemaal niet zo leuk was. Ik was keihard aan het werk en ik was helemaal niet geïnteresseerd in geluk. Daar was ik helemaal niet mee bezig. Ik probeerde alleen maar dat boek van mij af te maken. En daar werd ik vreselijk chagrijnig van. Ik kon er 's nachts niet door slapen. Ik lag 's nachts te piekeren over dat boek, over het plot van dat boek. De volgende dag was ik vreselijk chagrijnig. Ik was onaardig tegen mijn vrouw en mijn kinderen die mij probeerden te helpen. Maar ik zag ze alleen maar als sta in de weg voor mijn doel, dat afronden van dat boek. Dus het is eigenlijk nog erger dan die pendule-metafoor van Schopenhauer suggereert. Het is veel erger dan dat. Achteraf is er niet alleen verveling. Nee, achteraf is er ook nog pijn. Omdat je verlangt naar het geluk dat je meende te hebben toen je zo aan het ploeteren was. Maar dat je in werkelijkheid helemaal niet had. Dus dat is vreselijk. Schopenhauer die zegt, en nu citeer ik, hij zegt, het heden is als een kleine donkere wolk. Die wordt voortgedreven over een zonnige vlakte door de wind. Voor en achter haar is al het licht, maar zij zelf werpt voortdurend een schaduw. De grote vraag is natuurlijk wel, hoe kan Schopenhauer ons helpen om uit die wolk, om daaronder vandaan te komen? Nou, zeggen jullie allemaal, dat heb je nou al 10 keer gezegd, dat is gewoon stoppen met gelukkig zijn. Maar dat is dus veel en veel moeilijker, of eigenlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Mij is het in ieder geval niet gelukt. En Schopenhauer zegt daarom, ga gewoon even door nog met dat streven, maar probeer eerst een keer die wil te begrijpen. Kijk eens naar die wil. Probeer die list van de wil te doorzien. Als je dat doet, op dat moment heb je al een beetje afstand genomen van de wil en ben je al een klein beetje aan het niet willen. En dat is waar je uiteindelijk naartoe moet. Totaal niet willen. Helemaal niet meer willen. Maar inderdaad, dat is alleen maar weggelegd voor heiligen. De Boeddha, misschien dat de Boeddha het wel in die situatie was. Maar Schopenhauer is dat zeker helemaal niet gelukt. Was de laatste die dat heeft gelukt. Sterker nog, dat dikke boek dat hij schreef over de list van de wil, is zelf een list van de wil. Want hij wilde met dat boek heel veel succes hebben. Hij hoopte op erkenning. En die erkenning kwam helemaal niet. En hij was gefrustreerder en gefrustreerder. En 16 jaar na het verschijnen van dat boek lagen bijna alle exemplaren van het boek nog bij zijn uitgever. En die heeft ze toen als oud papier verkocht. En Schopenhauer werd ook heel boos op alle mensen.
die wel succes hadden. Op filosofen die succes hadden. En vooral op Hegel. Hegel was op dat moment een bijzonder succesvolle filosoof. En Schopenhauer die ging colleges geven. En die plande die precies tegelijk met die colleges van Hegel. En dan hoopte hij al die studenten van Hegel naar zijn college te krijgen. Maar dat lukte niet. Er kwam geen student op af. Dus hij krijgt nog een grotere hekel aan Hegel. En je zult ook zien dat in zijn werk, hè, dat hij voortdurend vanaf dat moment allemaal scheldkanonades tegen Hegel heeft. En die zijn trouwens ontzettend leuk om te lezen. Dan moet je er rot om lachen. Dat is wel weer leuk van Schopenhauer. Goed, het lukte hem zelf niet. Dus trouwens ging hij toen nog door. Hoor. Hij werd ook boos op zijn publiek. Hij had geen publiek, maar goed, hij werd toch boos op die mensen. En hij zei, jullie zijn zo ongelooflijk dom. Dat was natuurlijk gewoon een smoes. Jullie zijn zo dom. Het zou een belediging voor mijn werk zijn geweest als jullie het wel hadden gewaardeerd. Het vervelende is alleen wel dat aan het eind van zijn leven kreeg hij toch nog succes. En toen had hij opeens niet meer zo'n probleem met dat domme publiek. Toen was dat prima. Dan was hij daar heel blij mee. Maar jullie zullen misschien zeggen, ja, Schopenhauer, dat is, nu, is dat wel een goede gids, hè, bij die strijd tegen die wil. Iemand die zijn wil zo slecht in bedwang had. En ik denk het toch wel, want hij kon juist, omdat die wil zo sterk van hem was, kende hij al die listen van de wil. Hij kon ze als geen ander kon hij ze opschrijven en in dat dikke boek van hem verwerken. Dus dat boek is eigenlijk de weerslag van die strijd van Schopenhauer. En wat je er vooral uit kunt leren, is dat je niet zomaar klaar bent met dat willen. Je komt daar niet zo makkelijk vanaf. Je moet daar maar mee doorgaan en maar mee doorgaan. Ik heb Schopenhauer ooit, De Wereld als Wil en Voorstelling, ooit van kaft tot kaft gelezen. En later nog wel eens wat passages. Maar ik denk dat ik dat boek vaker moet lezen. Gerard Reve, onze grote volksschrijver, die scheen dat boek elk jaar weer opnieuw te lezen. En dat moet ik ook gaan doen. Ik moet een Schopenhauer maand gaan inruimen. En dat ik elk jaar, is dat de Schopenhauer maand. En dat is eigenlijk wat ik u ook allemaal wil aanraden. Dank u wel. Ja.